Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 30 november 2015. Dit is het bulletin van maandag. Deze laatste dag van november ben ik wat laat. Het wordt dus mogelijk geen lange uitzending. Qua data doen we iets anders. Eens even een dagje zonder Contestia. Ik doe aan het eind van de uitzending echter een blokje met 8 PSK 1000. 8 PSK 1000, wat we al vaker gehad hebben. Met dit keer als centrale frequentie 1500 Hz. Dat gaat het beste met die mode. Dat gaat dus ongetwijfeld bij iedereen goed en supersnel, denk ik. Ik heb kort geleden een niet helemaal juist bericht in de wereld geholpen. Ja, dat overkomt mij ook. Bij de datum van 14 december heb ik op basis van de tekst op hobbyscope.nl onterecht geconcludeerd dat op die datum ook PI2NOS enige tijd uit de lucht zou gaan. Dat is echter niet juist. De installatie op de hoge mast in IJsselstein blijft zelfs gewoon werken. Rob en onder andere PA2RIK en ik vermoed nog verschillende anderen hebben afgelopen zaterdag met bijzonder zware spullen gesjouwd op de toren om dat mogelijk te maken. Door een geplaatste router die dag heeft de installatie boven nu een onafhankelijk netwerk. PI3UTR gaat op 14 december echter wel enige tijd uit de lucht. Dit omdat de centrale computer van die repeater op 220 meter hoog in IJsselstein staat. Verder gaan ook de ontvangers in IJsselstein van bijvoorbeeld PI2NOS en PI610 tijdelijk uit. De rest van het systeem PI2NOS blijft echter ook in die periode voor de kerstdagen heel gewoon werken. De site Veron.nl bericht dat de Nederlandse QSL-kaarten die aan boord waren van vlucht MH17 terecht zijn. Er zijn echter financiële complicaties bij het terugkrijgen van de kaarten bij de rechtmatige eigenaren. Vorig jaar werd het Veron hoofdbestuur gewezen op een YouTube-filmpje waarop Nederlandse QSL-kaarten te zien waren die aan boord waren van rampvlucht MH17, zo schrijft Veron.nl. Door het DQB, het QSL-bureau, werd inderdaad bevestigd dat rond die tijd een zending QSL-kaarten onderweg was naar Yankee Bravo. Meer kon toen helaas niet gemeld worden. Een tijdje geleden werd het hoofdbestuur wederom getipt. De QSL-kaarten, een deel van de geborgen lading van de MH17, zouden op Schiphol zijn. Na wat speurwerk is het hoofdbestuur in contact gekomen met de advocaat van Malaysian Airlines. Die bevestigde dat de QSL-kaarten in zijn beheer waren. Het hoofdbestuur heeft de mogelijkheid onderzocht om de kaarten terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaren, de amateurs die de kaarten hebben verstuurd. De advocaat van Malaysian Airways heeft echter aangegeven dat de 465 kaarten uit veiligheidsoverwegingen eerst specialistisch gereinigd moeten worden. De kosten voor die reiniging bedragen 15.000 Britse pond, exclusief BTW, en dat komt neer op €25.740. De Veron en het DQB zijn niet de rechtmatige eigenaren van de QSL-kaarten. Dat zijn nog altijd amateurs die de kaarten verstuurd hebben. Het hoofdbestuur of DQB neemt daarom ook niet de beslissing of de kaarten wel of niet gereinigd moeten worden. Gezien de hoge kosten is het onwaarschijnlijk dat de rechtmatige eigenaren de kaarten terug willen hebben. Desondanks wil het hoofdbestuur via deze weg amateurs de kans geven om hun QSL-kaarten terug te krijgen. Daarvoor moet wel de eerder genoemde bedrag van 15.000 Britse ponden ex-BTW in zijn totaliteit betaald worden aan het reinigingsbedrijf. Indien een of meerdere amateurs hiertoe toch bereid zijn, dan kunnen zij zich via het contactformulier melden bij de algemeen secretaris. Hij zal hen in contact brengen met de advocaat van Malaysian Airlines. Het contactformulier kun je in het artikel op veron.nl dus aanklikken. CQPA van november kan momenteel trouwens gratis van de site van de VRZA, vrza.nl, worden gedownload. Brandmeister groeit snel, zo kopt ham-dmr.nl. Deze site staat de laatste tijd trouwens sowieso bol van het nieuws over digitale spraak. Gisteravond waren er voor het eerst 70 repeaters en tientallen dongels actief op het Brandmeister-netwerk, zo schrijft PA3PM. Er draaien inmiddels 11 masterservers. Frankrijk is inmiddels ook aan het testen met Brandmeister, evenals Engeland. Binnenkort hoopt de Nederlandse ontwikkelgroep een nieuw dashboard beschikbaar te maken waarop al deze informatie samenkomt. Te lezen dus op ham-dmr.nl. Ja, zo is het brandmeester, terwijl ik niet eens wist dat er brand was. Een beetje zuur voor de Spaanse amateurs. Vandaag is de laatste dag dat hun tijdelijke toegang tot 5 MHz geldig is. Tijdelijk QRT op 5 MHz, zo schrijft southgatearc.org. Dit in de verwachting dat het besluit op de recente WRC 15 de Spanjaarden uiteindelijk weer op 60 meter helpt. Ten slotte is het gratis ATV-blad CQDATV weer beschikbaar. Deze editie 30 van het Engels internetblad kan worden gedownload van de site cq-datv.mobi/ebooks.php. Dus cq-datv.mobi/ebooks.php. En dan volgt nu de data met 8 PSK 1000 rond 1500 Hz.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.